Welkom allemaal bij het webinar over decentrale mechanische ventilatie en hoe we daar een gezond binnenklimaat van kunnen maken. Johan gaf aan dat ik veel doe op het gebied van normen. Dus heel veel techniek. Maar ik hoop daar vanmiddag toch wel wat luchtiger mee om te gaan. Omdat de normen gaan we heel diep in op de materie. En het lijkt misschien verstandig om via dit webinar dat niet te gaan doen. Vanmiddag wou ik u meenemen naar het verhaal eigenlijk van het Jaga Oxygen systeem. Het decentrale mechanische ventilatiesysteem van Jaga. En ik wil u meenemen naar een aantal andere onderwerpen. Een van de onderwerpen is toch wel een ondergeschoven kindje. Dat is het meegaande comfort. We horen vaak dat ventilatiesystemen wel of niet goed zijn vanwege een comfort issue. Nou, daar wil ik u graag in meenemen. Ik wil u meenemen met een stukje EPC-cijfertjes en welke veranderingen binnenkort plaats gaan vinden. Tenminste vanaf 1 januari, hè, daar gaat de BENG-eisen gaan aan gelden. En de NTA, dat is eigenlijk de rekenkern van de BENG-normen. Die wil ik u als het ware eventjes meenemen om wat grote veranderingen op het gebied van ventilatietechniek met u te delen. En als laatste wil ik u meenemen naar een stukje bouwkosten. We weten denk ik allemaal wel wat een ventilatiesysteem kost. Maar wat toch wel de verborgen kosten vaak zijn, dat zijn de bouwkundige kosten. Er zit arbeidsloon bij, er zit een aantal andere facetten bij. Wordt vaak op één grote hoop gegooid en voor heel veel mensen is het onduidelijk. Maar als je het wat langer doet, dan zie je dus dat een aankoop van componenten één onderdeel is. Maar het monteren en installeren weer een heel ander facet is. En ik kan u verzekeren dat de meerprijzen daarvan liggen tussen de 40 en 700% van de aanschafprijs van de componenten, ventilatiecomponenten. Maar goed, om te beginnen wil ik u in eerste instantie een aantal feiten geven. En ik ben eigenlijk benieuwd tijdens dit webinar wat u daarvan vindt. Mocht u anders nog vragen hebben over het webinar en de zaken die ik vertel, dan hoor ik dat ook graag van u. Nou, het eerste feit die ik wil gaan benoemen, dat is dat ventileren is niet alleen het creëren van een gezond binnenklimaat, maar als we kijken naar de hedendaagse bouw, dan zien we ook dat ventilatie echt een levensader is geworden. Vroeger hadden we nog gebouwen die niet zo luchtdicht werden gebouwd. De renovaties waren vrij sumier. En we hadden altijd nog dat noemen wij dan een zogenaamde achterdeur. Dat als het ventilatiesysteem niet helemaal 100% werkte, dan kwam er nog wel wat verse ventilatielucht binnen via de naden en kieren. Maar goed, de laatste tijd is het natuurlijk niet meer zo. En we bouwen met dikke pakken isolatie, we bouwen goed luchtdicht. En we zien dus dat ventilatie toch een heel belangrijk item is geworden binnen de Nederlandse renovatie en binnen de Nederlandse nieuwbouw. Ook belangrijk is dat in Nederland werken wij met een zogenaamde luchtkwaliteitswaarde. Dat noemen wij ook wel eens een CO2-waarde. En die CO2-waarde mag in principe niet boven de 1200 ppm uitkomen. Nou, hoe is dat nou vroeger bedacht? Eigenlijk is die 1200 ppm bedacht om ervoor te zorgen dat er geen ophopingen van vocht of van lijmemissies binnen de gebouwen plaatsvinden. Nou, als je CO2 als parameter gebruikt, dan weet je in ieder geval altijd één ding zeker. Dat hetgeen wat het gebouw vervuilt, dat zijn wij met z'n allen als persoon. Wij produceren vaak het vocht. Wij produceren vaak alle andere vervuilingen. We kopen meubels. Dat in ieder geval goed wordt afgevoerd. Je mag natuurlijk wel altijd een lager setpoint gebruiken als die 1200 ppm. Bijvoorbeeld 800 ppm. Maar er is nooit bewezen dat dat significante gezondheidsvoordelen met zich meeneemt. Wat we wel zien, dat is dat als je in plaats van 1200 ppm bijvoorbeeld 800 ppm gaat gebruiken als setpoint, dat ongeacht welk systeem je ook gebruikt, dat je zo'n 98% meer energie verbruikt daarvoor. Maar goed, iedereen is het vrij natuurlijk om dat te kiezen. Als je maar niet boven die 1200 ppm uitkomt. Het laatste feit dat ik met u wil delen, dat is dat het energieverbruik van een ventilatiesysteem wordt vaak neergezet als het energieverbruik in de winterperiode. Terwijl dat het energieverbruik van ventilatiesystemen het hele jaar doorgaat. Heel veel mensen vergeten dat in het voor- en najaar ook zo'n systeem draait.
En als je het goed neerzet en de juiste systeemkeuze hebt, dan zou je in de zomerperiode zelfs significant veel voordelen kunnen hebben, omdat je gebruik kan maken van een stukje nachtkoeling, nachtventilatie. Nou, wat doet nachtventilatie? Als we kijken naar de gebouwen die we op dit moment neerzetten, dan zien we dat die gebouwen steeds minder warmte nodig hebben in de winterperiode, maar dat we steeds meer koeling nodig hebben in de zomerperiode. Nou, zo'n ventilatiesysteem, zeker met een nachtkoelfunctie, kan ervoor zorgen dat de kans op oververhitting zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Nou, als je die feiten hoort, dan vraag ik me ook altijd één ding af. Dat we ventileren voor onze eigen gezondheid, hè, want ventilatie is echt noodzakelijk geworden. Maar we zien in de praktijk vaak dat dat soort zaken toch nog als een sluitpost worden gezien. En daarom is mijn vraag ook, waarvoor wordt er nu nog steeds zoveel bezuinigd op goede en gezonde ventilatie? Wat ons betreft moet ventilatie meer in balans zijn met het energieverbruik. En daarmee bedoel ik dat als we op dit moment kijken, dan zie je vaak dat ja, de EPC-cijfertjes doorslaggevend zijn voor de keuze van een ventilatiesysteem. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk om veel meer, hè. Ik heb het net ook aangegeven dat ik u graag mee wil nemen naar een stukje comfort. En ja, één heel belangrijk ander punt, dat is natuurlijk de gebruiker. En laten we die nou eens centraal stellen. Want je kan een zo goed mogelijk systeem ontwikkelen, monteren, installeren, maakt allemaal niet uit. Als de gebruiker er niet mee om weet te gaan, dan is het ook gedoemd te mislukken. Dus wat ons betreft moet het energieverbruik en de ventilatie moet zoveel mogelijk in balans zijn met elkaar. Wat kan je doen met ventilatie en wat kost het aan energie? Nou, hier zien we eigenlijk een dia waarbij we op dit moment aan de linkerkant kijken hoe zo'n ventilatiesysteem op dit moment wordt geselecteerd. Nou, ik heb er net al wat gehad en gesproken over EPC-getalletjes, maar en natuurlijk kosten, hè, die sluitpost. Maar wat we ook zien, dat is dat de macht der gewoonte vaak ook een doorslaggevende factor is hierin. Neem bijvoorbeeld een installatiebedrijf die al heel erg gewend is om met systeem A te werken. Ja, daar zie je toch wel vaak dat het installatiebedrijf toch probeert terug te gaan naar ja, het systeem A, hè, de macht der gewoonte. Terwijl dat wij meer op de weg ingeslagen zijn dat we meer de mensen willen laten kiezen voor een stukje kwaliteit. Dat we meer willen kijken naar, oké, hebben we nu huurwoningen of koopwoningen? De typologie van de mensen is ook gewoon heel anders. Mensen gaan ook wat anders met installaties om. En voor ons is het ook heel belangrijk de prestaties. Omdat wij vinden dat een systeem na 5 jaar of na 10 jaar of zelfs na 15 jaar nog eigenlijk zijn prestaties moet kunnen leveren, wat hij in het begin ook deed. Nou, ik wil u in eerste instantie wat meer meenemen in het stukje comfort. En in Nederland zijn er op dit moment twee hele belangrijke documenten over comfort. In eerste instantie is dat de NEN 1087, nou, misschien voor sommigen een bekend document. En dat omschrijft als het ware de norm voor het selecteren van een ventilatiesysteem op basis van kwaliteit, maar ook op basis van comfort. Hè, als we kijken naar een van de belangrijkste eisen, dan is, en dat hoor je wel vaker in de praktijk als er wat luchtmetingen gedaan worden, dan hoor je dat de maximale luchtsnelheid 0,2 meter per seconde mag bedragen op 1 meter afstand van de gevel. Nou, hoe dat gemeten moet worden, dat is een vrij technisch verhaal. Daar ga ik in het webinar ook niet verder op in. Maar laten we dat eventjes vasthouden, want ik kan u straks verder in het webinar er wat meer over vertellen. Dan hebben we een onderzoek. Dat ziet u op het linkerplaatje. Dat is het zogenaamde Monicare-onderzoek. In het Monicare-onderzoek is de afgelopen jaren een zogenaamde praktijkmeting gedaan bij zo'n, ja, wat zal het zijn, volgens mij 60 woningen. En er is gekeken onder andere naar bewonersgedrag, naar luchtkwaliteit en naar energieverbruik. En dat zijn allemaal praktijkgegevens. En waarom haal ik dit onderzoek erbij? Om het te laten zien dat er wordt dan wel eens gezegd dat normen vrij star en stringent zijn. Dat moet het zijn en daarmee af. Maar dit Monicare-onderzoek is ook weer gebruikt om de norm weer te updaten, de NEN 1087. Dus je ziet eigenlijk dat zo'n NEN 1087, zo'n norm, continu in beweging is. En vandaar zijn juist de praktijkonderzoeken en de metingen heel erg van belang. Nou, als we ingaan op comfort, wat ons betreft het meest belangrijkste
voor een ventilatiesysteem, dan zie je dat comfort te maken heeft met een groot aantal facetten. En een aantal webinars geleden heeft Johan al wat meer gesproken over het comfort ten aanzien van stralingscompensatie, luchttemperatuur. Maar als we kijken naar ventilatie, dan zien we dat juist luchtwervelingen, luchtturbulenties, koude val, koude straling van een kozijn en de temperatuur van de toegevoegde lucht juist heel erg essentieel zijn. En zeker in de, ja, dat noemen wij als het ware de leefzone. En de leefzone, dat is eigenlijk de zone waar mensen een bankstelletje neerzetten, hun stoelen neerzetten of waar ze aan tafel zitten te werken met een laptopje of een computertje. Ook heel belangrijk daarbij is natuurlijk welke activiteit je hebt. Kijk, stel je zit met een, in een t-shirtje aan de eethoek, met een laptopje, continu stil. Ja, dan wil je natuurlijk een wat hogere comforttemperatuur hebben als dat je continu aan het werk bent en je heel veel fysiek werk aan het verrichten bent. Waarvoor haal ik dit stukje aan van comfort aan? Je komt wel eens in de markt tegen dat je bij een project gevraagd wordt of een advies gevraagd wordt voor joh, waar zou dat nou eigenlijk aan liggen? Want deze mensen hebben discomfort. En dan zie je vaak dat niet één facet, maar juist meerdere facetten er schuld aan hebben dat er op dat moment discomfort in het gebouw is. Maar goed, ja, discomfort is voor ons gewoon heel erg belangrijk. Het is een van de belangrijkste items. Nou, toen we het oxygensysteem gingen ontwikkelen, toen hebben wij ook ontzettend veel testen zelf gedaan. We zijn in contact getreden met een aantal onafhankelijke onderzoeksbureaus, onder andere TNO. En toen hebben wij een bepaalde keuze gemaakt. En het mooie is dat de keuzes die wij hebben gemaakt ook onder andere door de ISO worden bevestigd. Bij de ontwikkeling zijn we uitgegaan van een aantal zaken. We moeten zuinig zijn met energie. We moeten een goed binnenklimaat kunnen garanderen voor de mensen. Goede luchtkwaliteit. En we willen ook een hoge mate van comfort hebben. Nou, automatisch kom je dan uit dat je een toestel of een systeem gaat ontwikkelen dat de lucht direct van binnen naar buiten haalt. En niet een systeem gaat ontwikkelen waarbij je heel veel gebruik maakt van bouwkundige voorzieningen. Dus het moet vrij flexibel zijn in te delen. Nou, hier ziet u een tabel. En het leuke was dat wij eigenlijk dezelfde bevindingen hadden als de ISO. Als je dus lucht van buiten naar binnen haalt, dan kan je het op verschillende manieren doen. En elke manier, dat kan zowel de manier van inblazen zijn en dat kan ook de manier van natuurlijke ventilatie zijn of mechanische ventilatie. Ja, dan zie je toch eigenlijk wel dat er een bepaald niveau van comfort aan vasthangt. Bij de ontwikkeling hebben wij gekozen voor mechanische ventilatie. Dat gaf ik in het begin van het webinar ook aan. En in deze tabel zien we dat terugkomen bij sterke inductie. Zwakke inductie, dat staat voor natuurlijke ventilatie. We zien ook dat de sterke inductie met een naar boven gerichte stroming, dus met andere woorden, je blaast van beneden naar boven, de lucht krijgt tijd om op te warmen, zie je dus ook dat er een hoge mate aan comfort terug te realiseren is. Zeker ook bij temperaturen die toch wel flink onder nul kunnen komen. Nou, als we kijken naar het systeem aan zich, het jager-oxygensysteem, dan heb ik hier twee hele mooie plaatjes om het systeem goed uit te leggen. Rechtsonder zien we dus een ventilatieunit, de oxygenunit. Die haalt zijn lucht direct van buiten naar binnen via de gevel. En dat doet hij via een gevelrooster. Nou goed, hier zie je dus een rondrooster, maar er zijn heel veel mogelijkheden. Daar kom ik straks wat verder op in. En die haalt de lucht via een ventilatortje van buiten naar binnen en brengt de lucht de ruimte in via een filter. Nou, waarom doen we dat? Dat filter is heel belangrijk omdat er buiten nogal eens wat fijnstof is. En dat fijnstof, dat moeten we natuurlijk zoveel mogelijk tegenhouden. Nou, wat zit er nog meer in de ventilatieunit? Daar zit ook een mechanische klep in. Of eigenlijk een soort automatische klep. Ventileren we veel, gaat die klep verder open. Ventileren we wat minder, dan gaat de klep wat meer dicht. Waarvoor is dat belangrijk? Daarbij kunnen we dus de hoeveelheid ventilatielucht in combinatie met de ventilator heel erg sturen. We ventileren niet te veel, maar we ventileren ook gewoon niet te weinig. En we ventileren dus echt doelgericht op basis van luchtkwaliteit. Goed, er zijn verschillende manieren om zo'n toestel te gebruiken. Je kan hem stand-alone plaatsen. In combinatie bijvoorbeeld met vloerverwarming.
Maar je kan hem ook gewoon inbouwen in onze convectortjes. Het is maar net afhankelijk wat je gaat toepassen. Nou, hoe ziet dat er nou uit in de woning? Dan kijken we even naar het linkerpaginaatje. Daar zie je dus de toestelletjes terugkomen in elke verblijfsruimte. Dus kort en krachtig, in elke slaapkamer en in elke woonkamer of in elke gesloten keuken heb je zo'n toevoerkastje nodig. En in 95% van de gevallen is dat maar één toevoerkastje. Een heel makkelijke stelregel. Nou, als we lucht gaan toevoeren in een gebouw, dan moet de lucht natuurlijk ook afgevoerd worden. Nou, dat doen we door middel van een hele simpele NV-box. En die NV-box kan je bedienen via een driestandenschakelaar, maar heeft ook een automatische functie. En die functie dat is de relatieve vochtigheidssensor. Dus met andere woorden, als je gaat douchen, dan meet hij een verhoogde vochtigheid en dan springt hij automatisch aan. Nou, de communicatie tussen de toevoer en afvoer, daar zijn twee opties in. We hebben daar gekozen voor de standaard oplossing, waarbij we dus de ventilatietoevoer automatisch laten werken op basis van CO2 per ruimte. En de afvoer laten wij werken door middel van een driestandenschakelaar. Maar er is ook een optie waarbij we dus alles via een zogenaamde RF-functie kunnen bedienen. Dus met andere woorden, toen afvoer is dan altijd in balans. Net de keuze die men in het project wil laten plaatsvinden. Nou, de oxygen units die hebben een vrij hoge overcapaciteit. Maar we gaan altijd uit van de wensen en eisen, eigenlijk meer de eisen uit bouwbesluit. Dus we kijken hoeveel vierkante meter vloeroppervlakte hebben we. Wat is het maximale geluidsniveau dat daar plaats mag vinden? Nou, meestal is dat 30 dBA. En dan zien we dat we tot een capaciteit van 110 tot 115 kuub uit de voeten kunnen per ventilatieunit. Nou, toen we het systeem op de markt hebben gebracht, toen werden we op een gegeven moment ook getest. Hè? Dat was via het EOS Demo project. Het EOS Demo project dat is een project gefinancierd door de Rijksoverheid. En daar is toen elk ventilatiesysteem uitvoerig getest, zowel op thermisch comfort als op voldoen je wel aan de norm van de 1087. En het leuke ervan is dat wij dus eigenlijk heel erg goed uit de test kwamen. En dat zie je hier ook. Dit is een van de schermafbeeldingen van de opstelling die ze toen hebben gemaakt. Nou, wat zie je hier nu? Je ziet hier twee plaatjes. En ik concentreer me meer op het linker plaatje. Nou, we zien hier links zien we een buitengevel. Hier zie je HR++ glas. En hier zie je de unit standalone gebruikt. Waarom standalone? We wilden eigenlijk niet het voordeel hebben van een low HTO wisselaar. Zo'n convector wisselaar. Maar we wilden meer kijken wat is nu eigenlijk het meest tegenstrijdige. Dus waarin zou je dus het meest negatieve resultaat kunnen behalen. De binnentemperatuur hierbij is 20 graden en de buitentemperatuur is 0 graden. Dus dat is een beetje het gemiddelde van een winterperiode. En we brengen de lucht dus van beneden naar boven, brengen we de testruimte in. En dan zie je dus dat, ondanks dat de luchttemperatuur 20 graden is, dat we geen problemen hebben met het thermisch comfort. Het leuke erbij is wel, als we goed kijken naar het linker plaatje, dan zie je aan de onderzijde, zie je wel een hele andere kleur terugkomen. En dat zagen ze ook in de testen. En hebben ze toen gekeken van jongens, wat zou dat nou kunnen zijn? Is dat een effect van de ventilatie? Of is dat een ander effect? En dat bleek dus te zijn de koude val van het raamkozijn, van de HR++ glas. Het bevestigt ook wel weer een beetje het verhaal dat comfort natuurlijk heel erg afhankelijk is van een aantal factoren. En vaak wordt er aan iets de schuld gegeven, terwijl het als je beter kijkt, dan zie je dus dat er iets anders aan de hand was. Er is ook een meting gedaan of wij wel voldoen aan de Nederlandse norm, de NEN 1087. Nou, zoals je hier kunt zien, voldoen we daar prima aan. Het is eigenlijk dezelfde opstelling, dezelfde klimatologische omstandigheden, alleen hier is meer gekeken naar de luchtsnelheid. Nou, als we kijken naar welke eisen in zo'n NEN 1087 staan, dan zie je dat de maximale luchtsnelheid 0,2 meter per seconde mag bedragen in zo'n ruimte. En dat dan op 1 meter afstand van de gevel. Dat is best wel lastig, maar we kwamen er eigenlijk met vlag en wimpel doorheen. En je ziet, als je naar de legenda kijkt, hier in het midden,
dat de gemiddelde luchtsnelheid van ons op 0,06 meter per seconde lag. Dus vrij fors onder de norm als het ware. Er zijn ook een paar aandachtspunten. En die zien we regelmatig bij een aantal projecten terugkomen. Nou, een van de aandachtspunten dat is de vensterbank. Een geliefd item in de Nederlandse woningen. Voor de plantjes en dergelijke. Omdat wij gebruik maken van voorverwarming via ruimtelucht. We zien dus dat we de lucht binnenblazen via de onderkant, via de onderzijde, naar boven de ruimte inbrengen. Zou een vensterbank als een soort obstructie kunnen fungeren. Nou, een klein overstekend vensterbankje is niet zo'n probleem. Maar als we echt een hele grote overstekende vensterbank hebben, dan zou dat wel eens als een storend effect ervaren kunnen worden. Met als gevolg dat het niveau aan comfort niet helemaal gehaald zou kunnen worden. Goed, dus even een aandachtspunt. Vaak wordt het opgelost met een stukje onderling overleg en dan is het opgelost. Een ander aandachtspunt, dat is de buitenafwerking. En de buitenafwerking is vaak een aandachtspunt met de architect. Omdat zeker in nieuwbouwen te maken hebben met een bepaald beeld die de architect voor ogen heeft van het gebouw. En die wil natuurlijk wel een bepaalde uitstraling houden. Nou, we hebben daar een aantal standaard oplossingen voor. Ronde rooster of een rooster in de vorm van een baksteen. Nou, die kunnen we keurig netjes laten coaten in de kleur van de gevel. Maar we merken dat in sommige situaties de architect toch wel iets anders wil. Nou, 9 van de 10 keer gaan we met de architect aan tafel zitten en komen tot een hele goede oplossing daarvoor. En dat kan ook wel eens zijn dat we dus de lucht op een iets andere manier naar binnen brengen. En dat we dat constructief gaan oplossen. Maar het belangrijkste is dat we zo min mogelijk gebruik maken van die situatie dat we geen luchtkanalen hebben. In het webinar heb ik twee ruimtes, twee woningjes als het ware, die ik graag met u wil bespreken. En daarin wil ik bespreken hoe nou eigenlijk zo'n ventilatiesysteem wordt geselecteerd. Hè? Hoe selecteer je nu eigenlijk oxygen? Als we kijken naar het plaatje, dan denk ik dat de mensen die wel eens een ventilatieberekening maken, dat die toch wel zien dat het een redelijk bekend plaatje is. Goed, dit is een plaatje van een studentenwoning of een zorgappartement. Vaak door één persoon bewoond, maar wel een veel voorkomig stukje in de bouw op dit moment. Hoe selecteer je nou het systeem? Nou, als we kijken naar de vloeroppervlakte, dan is het maximaal zo'n 25 vierkante meter. En dan hebben we maar één kastje nodig aan de gevel. Eén toevoerunit en dat representeert de groene pijl. Dan hebben we de rode pijl, dat is een stukje overstroom. Dus de overstroom van de leefzone naar de zogenaamde natte ruimte. En dan heb ik twee blauwe pijlen getekend. Eén voor de badkamer en voor het toilet. Daar hebben we natuurlijk absoluut een afzuigpunt nodig. En eentje voor het keukentje in de pantry. Waar we dus te maken hebben dat, staat ook zelf in bouwbesluit, een opstelplaats van een kooktoestel moet ook geventileerd worden. In ieder geval moet een stuk afzuiging moeten plaatsvinden. Dus heel belangrijk, we moeten hier op twee plaatsen moeten wij afzuiging laten plaatsvinden. Het kan ook weer op twee manieren. Je kan het doen via een driestanden schakelaar en een relatieve vochtigheidssensor. Maar je kan het ook weer automatisch laten doen. Automatisch in de zin dat, zodat ook de toer en afvoer in balans zijn met elkaar. En ook hier ventileren wij natuurlijk weer op CO2-waarde. Dit is een woning die we vaak zien in de renovatie. Een zogenaamde galerijwoning. En die selecteren wij op eenzelfde manier. Dus we ventileren per zone, per ruimte. In de slaapkamertjes, in de woonkamer. Alleen het verschil hierbij is, hier is geen open keuken, zoals we die hadden bij de zorgstudio. Maar hier is een gesloten keuken. En het bouwbesluit schrijft voor dat een gesloten keuken ook apart geventileerd moet worden. Dus dat is even een aandachtspunt. Rode pijltjes is weer de overstroom. Nou, je ziet dat je wat meer kamers hebt, dus je hebt wat meer overstroom. En hier moet je dus op drie plaatsen afzuigen, omdat het drie aparte ruimtes zijn. Je badkamertje, je toilet en je keuken. Nou, ook hier geldt exact hetzelfde. Eén afzuigbox en die afzuigbox kan je kiezen met een driestanden schakelaar en een RV-sensor of in een balanssituatie tussen je toer en afvoer. En dan werkt het via een RF-communicatie. Iets heel belangrijks. Ik zeg altijd dat het beste ventilatiesysteem een ventilatiesysteem is waarvan je weet dat het aanwezig is, maar waarvan je niet merkt eigenlijk dat het zijn werk doet.
Dat proberen wij toch wel bij elk project ook naar voren te halen. Vandaar dat wij het systeem volledig geautomatiseerd hebben. Maar wel altijd met de mogelijkheid om daar tijdsgestuurd van af te wijken. Een heel leuk voorbeeld erbij is, stel je hebt een verjaardagsfeestje gehad. En ik denk dat iedereen wel een beetje dat zich kan herinneren. Aan het einde van zo'n verjaardagsfeestje, dan ruikt de woonkamer soms wel eens naar een bruin café. Nou, dat wil je misschien niet hebben als je wil gaan slapen, of in ieder geval de volgende ochtend niet. En dan kan je dus via de handbediening, die we er trouwens altijd bij leveren, kan je dus een uurtje wat extra ventileren in die ruimte. Zodat de luchtkwaliteit wat beter wordt, maar zeker ook alle geurtjes en vocht worden verdreven. Ja, ook een ondergeschoven kindje, waar eigenlijk heel weinig zicht op is, dat zijn de bouwkosten. En dan moeten we eventjes kijken naar de kosten, de totale kosten van het ventilatiesysteem. En dan zien we dus dat die kosten natuurlijk nooit alleen samenhangen met de componenten. Hè? Enerzijds hebben we de componenten, anderzijds hebben we kanalen, we hebben loonkosten, arbeidskosten, inregelkosten. En dat zijn vaak, dat noemen wij dan verborgen kosten. Als we kijken naar bouwkundige kosten, dan wordt het juist heel erg interessant. Zeker om ons JAGA-oxygensysteem te gaan gebruiken. Want wat zien we vaak in de praktijk? Dat is dat een aantal systemen alleen maar goed gemonteerd en geïnstalleerd kan worden als je een bepaalde vloer gebruikt. En dat heeft te maken met de mogelijkheden van montage, maar ook met de zogenaamde constructieve werking van die vloeren. Nou, hier zie je een plaatje van een, dat noemen wij dan een breedplaatvloer, dat is algemeen bekend in Nederland. En die moet bij aanbrengen altijd ondersteund worden door stempels. Dat moet afgestort worden. En die extra cementlaag die er overheen komt, die moet een week drogen. Je kan dus niet lekker doorstapelen, zoals we vaak horen. Terwijl dat als je een tweede vloersoort gebruikt, de zogenaamde holle kanaalplaatvloeren, dan kan je dus elke paar dagen, kan je dus als het ware, weer de hoogte ingaan. En zeker bij appartementenbouw is dat heel erg interessant. Dus een van de grootste voordelen eigenlijk bij ons systeem, en nogmaals, iedereen is vrij erin om te kiezen hoor, maar dat is dat je een vrije keuze hebt van vloeren. Nou, omdat we werken met heel weinig luchtkanalen, zie je dus dat de engineeringskosten en de arbeidskosten gewoon flink lager liggen. He, zo ook de kosten voor hulpmaterialen. En als we dat nog verder trekken richting de renovatie, dan zie je ook vaak het voordeel terugkomen in de afwerking van bijvoorbeeld de luchtkanalen. De luchtkanalen die je toch eigenlijk bij sommige systemen ten alle tijde nodig hebt, maar die dan vaak, ik heb het al een paar keer heb ik dat meegemaakt, dan krijg je zo'n verlaagd plafond in de gang. En ja, dat moet niet alleen gemonteerd worden, er moet niet alleen een nieuw verlaagd plafond aangebracht worden, maar dat moet ook nog eens een keer netjes afgestuukt worden. Dus de secundaire kosten, bouwkundige kosten, die liggen gewoon een stuk hoger. EPC-cijfertjes. Voor sommige mensen heel belangrijk. En ja, wat heb ik hier in de slide gezet? Dat is een kopie wat wij ook in de catalogus hebben staan. We hebben hier een keer een vergelijk gemaakt tussen een aantal ventilatiesystemen dat het meeste voorkomt in de Nederlandse markt. Ook een beetje in dezelfde prijsrange gekeken. En die systemen hebben we tegen elkaar weggezet. En daar hebben we altijd hetzelfde verwarmingssysteem bij toegepast. Hoogtemperatuur, vlaagtemperatuur, radiatoren, convectoren, vloerverwarming. En we hebben ook nog gekeken naar een bepaalde diversificatie in woningen. Dus het is een rijtjeswoning of een appartement, twee onder een kap. Nou, die vergelijking hebben we dus helemaal doorgetrokken. En dan zie je dat als je een slim ventilatieconcept hebt, dat je dus vrij goed scoort in je EPC. Als we kijken naar de meest voorkomende systemen, dan zien we dus dat we het beste scoren. En dat is overigens wel met de huidige EPC-berekeningen. Want als we gaan kijken naar vanaf 1 januari, dan treedt er wel een nieuw stelsel in werking. En dat stelsel, dat ja, iedereen kent het denk ik als zijnde de BANG-normen. Er wordt heel veel internetcontent over gemaakt. Nou, en de BANG-normen, dat zijn eigenlijk de EPC-scores die je op dit moment moest halen.
Onder de banknormen ligt de zogenaamde NTA 8800, als het ware de rekenkern. En in die rekenkern zijn er nogal wat veranderingen op komst. Ik heb er vier voor u hier opgezoomd en die wil ik eventjes doornemen. Nou, een van de grootste veranderingen dat is dat ventilatiesystemen met één CO2-sensor die gaan wat minder goed gewaardeerd worden. We merken gewoon in de praktijk dat systemen met één CO2-sensor geplaatst in één ruimte of in één zone, dat je niet altijd in alle situaties de juiste luchtkwaliteit kan garanderen. Kijken we naar de infiltratie. Vroeger, eigenlijk nu nog in de huidige EPC, hebben we infiltratie plus ventilatie, dat is je totale ventilatiestroom. Nou, straks gaat dat niet meer gelden en dus je ziet ook dat ventilatie heel erg belangrijk wordt. Hoogbouw. Als we nu kijken naar de infiltratie met betrekking tot hoogbouw of laagbouw, dan is dat redelijk gestandardiseerd. Dus de luchtdichtheid praat ik dan over. Straks moeten we dus echt heel serieus gaan rekenen aan ventilatiesystemen die dus gebruikt gaan worden in hoogbouwobjecten. En hoogbouw, daar bedoel ik bijvoorbeeld gestapelde bouw vanaf 5, 6 verdiepingen en hoger. Ook heel belangrijk straks, dat wordt de selectie van de warmtepomp. En we weten dat je op dit moment in de nieuwbouw al geen HR-ketels meer mag toepassen bij de nieuwe vergunning aanvragen. Dat je dus automatisch op een andere bron uit moet komen. En een van die bronnen, dat is de warmtepomp op ventilatielucht. Wordt nu nog gezien als een duurzaam instrument om warmte op te wekken. Maar die gaat straks binnen de NTA niet meer voorzien worden van het duurzaamheidskenmerk. Die wordt dus neergezet bij de standaard installatieconcepten. Als je kijkt naar de BANG-normen, misschien weet u dat, we hebben straks de BANG-1-eis, de BANG-2-eis en de BANG-3-eis. De BANG-1 dat heeft meer te maken met je buitengevel. De BANG-2-eis heeft meer te maken met je installatietechniek. En de BANG-3-eis, een stukje duurzame opwekking. Zonnepanelen, warmtepompen met een bron, luchtwaterwarmtepompen, etc. Nou, je zou zeggen dat die warmtepomp of ventilatielucht in de BANG-3 thuis hoort. Maar er is besloten om die in de BANG-2-eis onder te brengen. Nou, als we dus ventileren, dan hebben we ook te maken met een selectie van verwarmingstoestellen en een selectie van jouw opwekker. Dat doen we in bijna 100% van de gevallen met de transmissieberekening via de ISO 51 voor woningbouw en de ISO 53 voor utilitaire werken. En daar bereken je eigenlijk altijd het vermogen wat je nodig hebt per ruimte. En daarmee bereken je ook het totale opgestelde vermogen wat je nodig hebt voor de selectie van een warmtepomp. Nou, mocht je gebruik maken van het Jaga Oxygen systeem, dan is daar een escape ingebouwd. En ik zal straks uitleggen hoe die escape werkt. Waarbij we zeggen, selecteer op een normale wijze het warmteverlies per ruimte. Doe dat via natuurlijke toe van mechanische afvoer. Stap 2, selecteer mechanische ventilatie op CO2-sturing. En stap 3, selecteer uw warmtepomp. Maar nou komt het. Uw warmtepompvermogen die uit de berekening komt, die mag in de meeste gevallen gereduceerd worden met zo'n 30%. En waarom mag die gereduceerd worden met zo'n 30%? Dat heeft te maken dat je dus vraagsturing toepast met mechanische ventilatie. Ventilatielucht is natuurlijk een van de aspecten die het transmissieverlies veroorzaakt. Nou, je kan nooit overal op hetzelfde moment aanwezig zijn in de woning. Je hebt ook nooit overal dezelfde warmtevraag. En bij een vraagstuurd ventilatiesysteem zal hij ook wat meer of wat minder ventileren per ruimte. Nooit overal exact hetzelfde. En dat resulteert, als je dat goed bekijkt, in een vermogen die vele malen lager ligt als bij standaard natuurlijke ventilatie en mechanische afvoer. En ja, dan mag je dus in alle gevallen mag je zo'n kleine 30% van het opgestelde vermogen mag je aftrekken. Goed, mijn verhaal zit er voor vanmiddag op. We are climate designers. What about you?
Yaga, we are climate designers. What about you?